Uw boek begint met een beschrijving eigenlijk van je laatste bezoek aan je vader in een ziekenhuis in Londen, toen hij terminaal ziek was. Waarom wou je hem absoluut nog eens zien? Had je iets goed te maken? Ik wilde hem zien in de eerste plaats omdat hij mijn vader is. Ik heb altijd tegen hem opgekeken. Hij was mijn held. Maar er is iets, een relatie tussen vader en kind, moeder en kind, broers en zussen, die ik vind die belangrijker is. Misschien belangrijker is dan alle andere loyaliteiten. En als ik een telefoontje krijg dat mijn vader ziek is, dan gebeurt er iets met mij en ik wil alles stil laten liggen en stopzetten. En ik wil hem zien en zijn pijn voelen. En ik voel mijn pijn en ik wil dat hij geneest, dat hij beter wordt. En in elk geval, omdat de relatie tussen mijn vader en ik moet zeggen, een beetje problematisch was, is het des te belangrijker om even hem te zien, aan te raken, aan zijn sterfbed te staan en toch te denken, we kunnen elkaar vergeven. Misschien niet verzoenen, maar vergeven. Iets wat hij je kwalijk heeft genomen is je afvalligheid, hè? Ja, dat heeft hij mij kwalijk genomen. En er was niet genoeg tijd om aan die verzoening te werken. Misschien hadden we nog 200 jaar daarvoor nodig, maar dat had mijn vader niet en dat heb ik ook niet. Ja. Een van de zoveelste vreemde eigenschappen van de islam is de gedachte dat vrouwen niet naar een begrafenis, en dat bedoel ik afscheid nemen van het lijk. Dat is niet toegestaan. Dat is één. Dus zouden niet zo vrouwen mogen bij elkaar komen en rouwen en huilen en verdriet uiten. Maar het lijk zien, dat is niet toegestaan. Ze mogen niet naar de begraafplaats. Omdat een vooroordeel bestaat dat ze zich in het graf gooien. Waarschijnlijk omdat iemand ooit dat heeft gedaan. Je schrijft in je boek ook over je halfzus. Die draagt een hoofddoek. Ze draagt dat vrijwillig, zegt ze. En er zijn heel wat moslima's die eigenlijk ook dat recht om die hoofddoek te mogen dragen opeisen. Hoe sta je daar tegenover? Om echt iets vrijwillig te doen, vind ik dat je bekend moet zijn met je andere keuzes en vrij moet zijn om te kiezen. En ik vraag me af of mijn halfzus of vrij is dan wel bekend is met de andere keuzes. En vrijheid heeft niet alleen te maken met dat je geboeid bent of gedwongen zou worden met geweld. Maar het is ook het geweld van de hiernamaals, waarvan mijn zus, net als ik overigens, en zich heeft eigen gemaakt, dat angst speelt.